Na turbulente dagen en nachten van confrontatie tussen betogers en politie op de Universiteit van Amsterdam blijven pro-Palestijnse demonstraties Nederland uitdagen tot een kritische reflectie op het Israël-Gaza-conflict. Hoe kijkt u naar de protesten bij de universiteit in Nederland? Nou ja, dat je demonstreren, daar is niks mis mee. Maar wat daar gebeurt is gewoon complete anarchie. Hele straten worden uit elkaar gehaald, bakstenen. Er wordt van alles geblokkeerd, wat sowieso voor de veiligheid niet goed is. Hier loopt het uiteindelijk op uit gisteren, diep in de nacht op de Roeterseiland campus. Ik vind het verschrikkelijk. Het is goed dat er wordt opgetreden. En hoe eerder en hoe harder en hoe vaker er op wordt getreden tegen mensen die ook geweld, zelfs tegen de politie, gebruiken, hoe beter. Politie bekogelen, dat hoort bij geen enkele rechtsstaat en ook niet bij het recht op demonstratie. Dat is het tuig van de riegel wat je keihard moet aanpakken. Studenten, want volgens mij zijn het heel veel mensen van buitenaf die niet eens daar studeren. Om banden met Israëlische universiteiten te verbreken. Een lijst publiceren met wetenschappers uit Israël. Jongens, waar zijn we mee bezig? Aan de desk over dit onderwerp, Huibrecht Bolluit, psycholoog. Huibrecht, we zullen je even op moeten updaten, want het is juist bekend geworden dat het gebouw van de UvA volledig is ontruimd. En de media is ook binnen geweest en hebben één grote chaos en vernieling, toestanden van vernieling aangetroffen. Graffiti op de muren. Ja, 21 zegt zelfs politici aangetroffen te hebben daar binnen het gebouw. Gemeenteraadsleden hoor ik binnen het gebouw hebben aangetroffen die onderdeel waren van de demonstraties. Het is een explosief onderwerp, dit onderwerp. Het is overgewaaid vanuit Amerika, een hele korte tijd. Huibrecht, jij bent onder andere ook auteur van het boek Wat gebeurt hier? Dat zou eigenlijk ook meteen mijn vraag zijn, wat gebeurt hier? Nou ja, wat niet over is gewaaid, om even terug te komen op een van de dingen die je net zegt. Hè. De protest en de vormen die het krijgt, dat is overgewaaid uit Amerika. Maar de manier waarop polarisatie nu vorm krijgt, dat is iets wat zich eigenlijk de laatste jaren wel al heeft vastgezet in onze samenleving. Groepsdenken, dat is van alle tijden. Je voelt je veilig bij een groep met een eigen gelijk. Tot voor een aantal jaren was het oké dat je eigen gelijk kon bevechten. Maar dat ging altijd zonder het vernietigen of het vertrappen of het vernederen van de ander. In de Tweede Kamer zien we die tendens ook al jaren. Men spreekt niet voor wat men wil. Dat doet men wel, maar men geeft ook altijd schoppen naar het andere gelijk. Dat is een tendens die we eigenlijk overal zien en die destructieve afweermethode van eigen spanningen, bijvoorbeeld van waarom snapt hij niet wat ik bedoel, dat krijgt nu ook in de nieuwe tijd steeds meer uiting door geweld. Nou ja, dan zou je bijna kunnen veronderstellen dat Gaza-geweld ook symbolisch terugkomt hier Maar nou zien we de laatste jaren natuurlijk heel veel soorten demonstraties, Extinction Rebellion, de A10, et cetera. Deze casus is toch anders. Waarom? Nou ja, ik denk sowieso dat er sprake is van een enorme complexiteit. Hè. Bij de Oekraïne-Rusland-oorlog wordt er nog heel makkelijk een narratief geplaatst van de Rus is slecht, Poetin is slecht en Oekraïne moeten we redden. Dat is redelijk overzichtelijk, los van wat waar is. Want daar kunnen we het natuurlijk ook over hebben. Maar hier is het is alleen de Palestijnse geschiedenis, de Israëlisch-Joodse geschiedenis, is een hele complexe, zeker als je het ook geografisch beschouwt. In die geschiedkundige ontwikkeling van wat is van mij en wat is van jullie, daar zit zoveel meningsverschillen en zoveel diversiteit. En dat lijkt zich nu te veruitlijken in gripverlies. En als mensen grip verliezen, ja, dan worden ze emotioneel en dan is de reden weg. En dan zie je dus dat mensen doorslaan. En kijk, gripverlies is ook iets wat we in de laatste jaren zien. Hè. Corona zorgde ook voor gripverlies. In één keer kon ik mijn buurman niet meer verdragen omdat hij niet gevaccineerd was. Terwijl we altijd goed door één deur konden. Men snapte niet wat er met het innerlijk gebeurde. En ja, ik denk dat we dat moeten leren begrijpen. Dat het gripverlies nu, omdat we het probleem niet begrijpen, dat het gripverlies eigenlijk geprojecteerd wordt op jongeren die in een wereld leven. He, want als je het hebt over studentenprotesten, dan gaat het over jongeren met name. Ja. Zij kunnen niet bij het verklaren van die dissonantie in zichzelf. Ja, dat zeg jij. Studentenprotesten. We hebben ook even contact gelegd met Tanay Bilgin van FVD Amsterdam. En die geeft aan, het is een groep van vreedzame burgers, studenten
en baldadig. Het is helemaal geen studentenprotest. Het is een mengelmoes van verschillende lagen uit de maatschappij. Ik denk dat je railschoppers altijd... Ja, ook even over railschoppers. Die zie je in alle conflicten. Er zijn ook niet-voetballiefhebbers. Die gaan bewust in een stadion één keer op de twee weken. Want dan kunnen ze meppen. Dat was in de jaren 80 heel populair. Ook dat is een teken van dat spanningen vrij moeten. Maar ja, ik hoor nu ook expliciet dat er politici aanwezig zijn. Ook daar mag je je afvragen van met welke reden zoeken zij een omgeving die zo conflictueus is. Want in zichzelf is het natuurlijk heel erg goed dat studenten daar waar ze jarenlang ook stil waren, nota bene daar waar hun eigen vrijheid werd ontnomen in coronatijd. Ze werden opgesloten in studentenhuizen, ik ken ze, ik heb ze gesproken. Ze werden depressief. Oké, dat ze destijds niet opkwamen voor hun eigen belang. Dat weet ik niet waarom, ik kan het wel enigszins verklaren, maar daar gaat jouw vraag nu niet over. Het is goed dat zij nu opkomen voor de rechten van elk mens. Het is aan politici juist om het sentiment te sturen. En dat is eigenlijk ook wat van bovenaf naar beneden nu niet goed doorcijpelt. Men ziet een onduidelijke politiek. En dat zien ze op het dossier Oekraïne. Maar goed, daar kunnen ze niet op vastgrijpen. Dit is een vrij populair object om je spanning op te projecteren. Het is heel expliciet voor slachtoffers. Omdat de slachtoffers heel duidelijk ook in beeld komen. Over de oorlog in Rusland en Oekraïne zien we niet zoveel. Dus het is te verklaren waarom die spanning, naar mijn idee, op dit object wordt geprojecteerd. En het is zeker legitiem, want opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan is altijd goed. Het is alleen aan gezagsdragers, aan politici en aan media de taak om het debat te entameren, om te kijken naar hoe kunnen we elkaar ontmoeten. Want op het moment dat je mensen uitnodigt aan een tafel, en gelukkig gebeurt het al wel steeds meer aan de talkshowtafels, dat voor- en tegenstanders van een conflict met elkaar in gesprek gaan. Maar dan gaat het weer over argumenten. In plaats van dat we elkaar leren kennen van mens tot mens. Daar ontbreekt het aan. Niemand durft aan de emotie te komen. En dat is eigenlijk de enige ingang tot vrede. Maar ook omdat het uit de hand loopt. Hè? Je hebt het over spanningen, maar het escaleert eigenlijk nu. Ook in Nederland. Ja. Die escalatie slaat eigenlijk over, denk ik. Dat je het zo mag... Dus dat is moeilijk om daar grip op te krijgen. Maar remmingen moeten worden aangebracht door mensen die daarvoor opgeleid zijn. En politie, daar mag je van verwachten dat zij de juiste woorden kiezen, de juiste duidelijkheid scheppen. En dat duurt nu al maanden. Dat dit conflict, als we het hebben over Gaza, dat duurt veel te lang. Dat is natuurlijk een open deur, dat weten we allemaal. Mm-hmm. Maar er worden geen stappen gezet. Ja. En dat mag je dus verwachten. Dat die remmingen, die structuur, die mensen, zeker jongere mensen Die niet weten hoe ze moeten kiezen. Maar goed, het geldt ook voor mensen van onze leeftijd. Waar zijn wij aan toe? Wat betekent dit? Wat betekent voor de wereld waarin we leven? Je hebt het over remmingen, maar vanuit verschillende bronnen, waaronder de Telegraaf, blijkt dat de gewelddadige groep Samidun, die verboden is in Duitsland, ook gelinkt is aan deze demonstraties. De club is berucht vanwege een oproep bij het Europese parlement om Europa te verslaan met Kalashnikovs, raketten en kogels. Ja, dus hoe ga je daarmee in de dialoog aan, Huibrecht? Je moet het kaf van het koren scheiden. Ik denk, kijk, hier heb je ook weer met groepsdenken te maken. Groepsdenken is in de sociale psychologie een enorm groot fenomeen. Daar lijden we elke dag allemaal onder. Je staat onder invloed van je familie. Daar heb je overtuiging op gedaan. Die leg je niet zomaar af. Hier hebben we ook een groep tegenstanders. Op het moment dat die groep in die eigen bubbel niet voor elkaar krijgt om dissidenten of dissonanten buiten die groep te verwijderen, dan heb je stront aan de knikker. Dus dit is niet goed gepraat. En het is logisch natuurlijk dat er dan een conflict ontstaat van die aard met de politie zoals we dat zien. Waarbij je natuurlijk echt wel vraagtekens moet zetten bij het geweld wat de politie ook gebruikt. Mm-hmm. Ik heb daarnet nog wel een uur of twee geleden gezien dat de politie er heel behoedzaam mee omging. En dat is prijzenswaardig. Het is wel overigens de taak van elke bubbel om te kijken van waar zitten de rotte appels in onze groep? Ja, nou, ik denk dat we de demonstratierechten hoog in het vaandel moeten houden. Maar het gaat hier om, kijk, waar zij tegen demonstreren of voor demonstreren is dat UvA de banden, en daar begon het mee, met Israël verbreekt. En dan is de vraag, hoe verhoudt die eis zich tot de manier waarop zij zich manifesteren? Ja, kijk, De banden verbreken, dat is niet aan een stel demonstranten. Ik denk overigens dat als je het hebt over demonstratierecht, er staat altijd een hoger recht boven. En dat is het verbod op gebruiken van geweld. En fysiek of het vernielen van algemeen goed. Dus daar is wel een gradatie in aan te brengen. En ik denk dat dat ook duidelijk moet worden gemaakt. En nogmaals, als de politie dat op een vreedzame manier doet, dan is dat helemaal prima. Maar er moet wel een dialoog tot stand komen. En ja, ik las ook ergens dat studenten hebben geëist dat de universiteit contactenlijst blootlegt. We willen weten, wat zijn jullie banden dus met Israël of met Israëlische wetenschappers. Ja, dat gaat naar mijn idee ook veel te ver. Kijk, spannen voet met je recht op privacy, denk ik. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, maar ze doelen natuurlijk op transparantie. Maar op het moment dat je
transparantie nastreeft, dan is het heel goed dat je dat als een ethisch construct in je manier van democratie en politiek bedrijven inbouwt. Maar ook de politiek doet dat wanneer het uitkomt. We zien Ursula von der Leyen bijvoorbeeld, als je het hebt over transparantie en blootleggen. Ze vertelt nog steeds niet wat ze via sms'jes heeft gecommuniceerd met Pfizer destijds. En kijk, dat men vraagt om die transparantie en dat het UvA die biedt, dat vind ik in zichzelf heel goed. Omdat daar haal je de druk mee van de ketel. En transparantie is een groot goed. En als je niks te verbergen hebt, dan laat je toch zien wat je banden zijn. Alleen de manier waarop het nu gaat, en daar valt Caroline van der Plas natuurlijk over, van ja, je buigt nu voor de demonstranten. Ja. Maar zo moet je het in deze fase niet willen uitleggen, denk ik. Klopt, de UvA heeft een verzoek ingewilligd van de demonstranten om openheid te geven over de banden met Israël. We hoorden inderdaad net al Caroline van der Plas en Geert Wilders ook. VVD-K, Tweede Kamerlid Claire Martens tweette: doodeng en onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat UvA Amsterdam onder druk van relschoppers een lijst Joodse samenwerkingsverbanden en of wetenschappers publiceert. Dit is het moment om voor de Joodse burgers te gaan staan. Juist een universiteit werd. Ja. Hoe lees jij dit? Nou ja, het is een stuk privacybescherming. Wat ik net in wezen eigenlijk al zei, van er is natuurlijk een conflict op zo'n moment dat je dit zo eenvoudig roept van nou, dit moet allemaal maar op tafel komen. Dat je het over mensen hebt die op een gegeven moment ook een recht op privacy hebben. Ja, ik denk dat het kan, maar het is natuurlijk vooral de manier waarop hier aan de orde wordt gesteld. Ja. Transparantie, wat ik zei, is een groot goed. Dat moeten we koesteren, maar voeren het dan natuurlijk op alle terreinen door. In deze fase denk ik dat het niet onterecht is dat er wordt gecommuniceerd op die manier. Mm-hmm. Maar je treedt wel binnen privacygrenzen van personen die mogelijk gevaar kunnen lopen op het moment dat de emotie nog meer oploopt. Dus het is wel een precaire zaak. Mm. Maar je mag hopen dat nu heel strikt doorgecommuniceerd wordt met deze demonstranten, juist ook door politici, op een wederkerige manier waarbij echt wordt gekeken naar emoties en niet op argumenten, want dan blijf je uiteindelijk heel veel van elkaar verwijderen. Ja, nee, maar waarom wordt hier zo gewichtig over gedaan? Want dit gaat toch om data die helemaal niet zo geheim is, die toch vrij transparant en openbaar ook te vinden. Dat lijkt me ook, Ja, dat lijkt me ook. Ja, ik kan er niet zoveel meer over zeggen. Ik denk dat je... Wat is dan de dynamiek dan hier weer achter van teksten als Geert Wilders, Caroline van der Plas, die tweet van die VVD'er? Is dat dan ook een soort van zuurstof voor argumenten die ze in willen inbrengen tegen die demonstratie? Dat is natuurlijk gewoon onzin, toch? Die data is helemaal niet zo geheim. Nou, ik denk dat het ze meer om het principe gaat. Op het moment dat iemand zeurt, krijgt hij zijn zin. En wellicht... Ze worden voor de leeuwen gegooid, dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja, dat gevaarlijk. Is... Ja, aan alles kleeft gevaar. In het leven is een gevaarlijke aangelegenheid. Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Daar zit natuurlijk een risicorandje aan. Op het moment dat je naam X bekend maakt en die zou bij een opgewonden standje in het verkeerde kegel had vallen, dan zou daar dat zou ineens gevolg kunnen hebben. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het ze veel meer om het principe gaat van het moment dat we weer gehoor geven aan een kleine minderheid, dan moeten we afspraken die we eerder hebben gemaakt opgeven. Dan moeten we die breken. En dat is natuurlijk ethisch ook kwalijk. Dus ik snap dat ook wel weer. Ja. Even kijken hoor. We zagen ook beelden rondgaan van Telegraaf en Pound die hun werk niet hebben kunnen doen. Onze redactie nam daarover contact op met de NVJ en die stelde: we hebben van diverse collega's meldingen gekregen dat ze bij de recente demonstratie van de UvA studenten zijn geïntimideerd, gehinderd, bedreigd of zelfs fysiek bejegend. Ja, die beelden zagen we natuurlijk ook in de coronacrisis regelmatig voorbij komen. Hier zit de mediacultuur dan weer bovenop. Het framen van die hele heftige beelden, die natuurlijk ook terecht zijn. Dat gebeurt ook daadwerkelijk. Wat was het effect daar dan weer op deze situatie? Nou, je hebt het over framing. Ik denk dat de media ook door dit soort conflicten enorm wordt wakker geschud over ten aanzien van hun eigen valkuilen, hun eigen blinde vlekken. We hebben het bij corona gezien. We zien het in de Ruslandoorlog. We zien het nu weer. De vooringenomenheid waarmee men rapporteert over zaken, dat vind ik een zorgelijk. Alleen al het feit dat wordt afgegeven op nieuwe zorgvuldige media, zoals bijvoorbeeld ook dit platform. Er zijn meer internetplatforms. Ook buitenlandse media die een ander geluid laten horen. Op het moment dat ook in de media gepolariseerd blijft van ja, maar wacht, dat zijn raren, dat zijn wappies, dat zijn gekken, dat zijn extremisten, dan voed je eigenlijk het sentiment wat we naar mijn idee hier tot uitzien
uiting zien komen met een positieve gerichtheid door studenten die denken we gaan voor de goede zaak. Maar we leven momenteel in een wereld die totaal van slag is. En dat is ook van alle tijden. Het is niet de eerste keer dat de wereld in brand staat. Maar het is voor ons toch met de kennis die we hebben opgebouwd uit eerdere jaren van groot belang dat we hier eens een keer constructief mee omleren. Ja, dat klopt. Maar dit drukvat leidt wel gewoon tot situaties waar de persvrijheid ook in dat opzicht onder druk staat. En we daar ook in een glijdende schaal in gaan. Dus hoe ga je hier nog... Want jij wil heel graag de dialoog aangaan, de psychologische analyse maken. Maar dit is echt zo zwaar aan het escaleren op dit moment. Dus los van de brede analyse die jij maakt. Dus er gebeuren toch wat dat betreft echt onacceptabele dingen nu. En je bedoelt het geweld in Amsterdam in dit geval? Het geweld in Amsterdam, maar ook dus de media. Het bedreigd worden van mediamensen. Waarbij de persvrijheid onder druk staat. Ja. Dus daar moet toch op een of andere manier een corrigerende factor? Nou, de corrigerende factor is alleen maar in onszelf te vinden. In het boek wat je aanhaalt, wat ik heb geschreven, schrijf ik ook in mijn slothoofdstuk, dat we geneigd zijn om vijanden altijd buiten onszelf te zoeken. Maar het is de opdracht aan elk individu om de vijand in onszelf te vinden. En dat betekent dus ook dat ik het lef moet hebben om naar mijn Joodse of Palestijnse buurman moet kunnen stappen om te zeggen, joh, wij lijden eigenlijk allebei wel. Ik moet denken aan een verhaal van mijn vader. Mijn vader leefde in de oorlog. Inmiddels is de beste man al lang dood. Ik was een nakomeling, daarom heb ik zo'n hele oude vader. Hij woonde op een kleine boerderij en een van de schuren werd geconfiskeerd door de Duitsers. En na de oorlog heeft hij gezegd, wij voelden altijd een soort van boosheid op die Duitsers. En hij woonde in de provincie. Dat was heel anders dan in Amsterdam, waar veel ellende en veel honger en veel meer misdaad heerste. Ze hadden het redelijk goed in de provincie. Hij zei, maar we voelden haat naar de Duitse soldaten, maar we voelden ook compassie voor die Duitse soldaten. Omdat we zagen dat een groot deel eigenlijk allemaal waren het mensen, maar een groot deel van de soldaten, dat waren ook mensen die het goed met ons voor hadden. En ik weet ook zeker dat er Gazanen zijn die het goed voor hebben met Israëlische mensen en andersom. En dat wil ik in de media zien. En daar moeten we het over praten. En dan hebben we ingang om bij vrede te komen. Terwijl die media ook eigenlijk gewoon onderdeel van het probleem is. Voor een deel wel. Of misschien wel de kern van het probleem. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar ze antameren vaak wel, onbewust denk ik. Genoeg blinde vlekken leiden we ook allemaal aan. Maar die kun je voorkomen op het moment dat je erover praat. Maar anders blijf je leiden inderdaad aan de vooringenomenheid. Voor hoor en wederhoor nam onze redactie ook contact op met de UvA om hun rol en verantwoordelijkheid toe te lichten. En zij liet ons weten, zoals je hopelijk zult begrijpen, worden we oversteld met mediaverzoeken. Hierdoor kunnen we niet overal op ingaan. Dankjewel, ja. Huibrecht Bolhuis.